Leuk dat je kijkt. Ik ga je laten zien hoe je een achtergrond kunt maken. Ik heb een hele grote alfabet achtergrondstempel genomen. En ik ga je daar een resist techniek mee laten zien met Distress Paint. Distress Paint is heel vloeibaar. En daardoor kan je er heel mooi mee stempelen. Het enige waar ik daar voor op moet passen is dat ik het van mijn stempel afhaal voordat het droogt. Want als Distress Paint droogt, is het permanent. Ook op je stempel. Dus ik druk hem een beetje af, dat hij alvast een beetje vloeit. En dan ga ik hem vegen over mijn stempel heen. Omdat hij zo vloeibaar is, doet hij er een poosje over om te drogen. En dat maakt dat ik de mogelijkheid heb om mijn hele stempel lekker in te verven. Het kan met alle kleurtjes Distress Paint, als het maar een beetje een lichte tint is. En misschien kan het ook heel mooi met een donkere. Maar de truc en het mooie eraan is straks eigenlijk wel het lichte van deze verf. Ik doe hem er lekker dik in, maar ook weer niet te dik. Malina peper. En nee, niet dat ik overgestapt ben of afgestapt ben van het watercolorpaper, maar dit is wel mooi glad papier. En dat vind ik er wel heel fijn aan. En ik heb er nog heel veel van liggen, dus het krult wat meer als het heel vochtig wordt. Dus bij technieken die minder vochtig worden, gebruik ik ook wel graag Manila. Er zat al een vlek op mijn papier, maar nu zie je heel mooi hierop de verf. En dan leg ik hem even aan de kant, omdat het nu heel belangrijk is. Hij moet toch heel goed drogen dadelijk. Om mijn stempel goed schoon te maken. Ik maak ook mijn blok goed schoon. Want als dit definitief is, is het ook echt definitief. Je kunt het nog met alcohol proberen, maar dat is niet ideaal. En ik heb ook zo'n scrubber pad met allemaal van die kleine haartjes erin. Het werkt ook goed, alleen bij zo'n grote achtergrondstempel vind ik dat minder prettig, want dat past niet helemaal. En dat er nog iets tussen zal zitten, vind ik niet zo erg als bovenste afdruk van mijn rubber maar schoon is. Dat is het deel waar ik mee stempel. Zo, die is gered. En deze moet heel goed drogen. Kan ook gewoon aan de lucht. Maar dan moet ik een verhaaltje gaan vertellen en dat vind ik ook leuk. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik ga hem gewoon als techniek laten zien, daar kom je toch voor. Ik heb een paar plekjes waar die wat dikker is. Dat maakt straks het effect ook heel erg leuk. Ik vind dit zelf een hele mooie techniek om een mooie achtergrond te maken waar je weer overheen werkt. Ik heb nu een stempel die de hele achtergrond bedekt, maar je kan ook heel goed een minder groot oppervlak bedekken. Er zitten wat frummeltjes hier en daar. En hier zie ik een dik gedeelte, maar dat is ook wel droog. Even afkoelen. Is droog. En nu ga ik lekker met een heleboel kleurtjes aan de slag. En voor sommige kleuren die dicht bij elkaar liggen heb ik één blending tool.
Ik blijf niet eindeloos blending tools hebben. Dat lukt me ook niet. Ik heb inmiddels een leuk opbergsysteem gemaakt voor mijn foams. Dat zal ik binnenkort ook een keer laten zien. En kijk wat er gebeurt als ik hier overheen inkt. En naarmate ik meer inkt gebruik, ga je mooier de achtergrond er doorheen zien. Zo. Lekker een beetje kleur erin. En door dan weer met een kleur die je al gebruikt hebt te werken, mix je het heel mooi. Nog wel wat meer van de blauw in. En dat vind ik het leuke aan dat knallen groen-geel. Het heet Crushed Olive. Het is eigenlijk een groene. Maar door hem te gebruiken met andere zachte blauwe tintjes, krijg je een heel mooi mix effect. Het mooie blending wat je dan kunt hebben. En andersom, als ik hem hier gebruik voor de rand, dan komt die hele rand naar voren. Nou, ietsje meer roze nog. Je kunt hem zo gebruiken, maar wat ik zelf ook heel mooi vind, deze heb ik hem gebruikt al met aan de randen nog wat bruin. Heel klein beetje aangezet. Als je vindt dat je oppervlak niet helemaal is wat je wil. Dat je denkt, nou er zit te veel kleur op mijn lettertjes. Dan neem je een vochtig gedeelte. Hier had ik eerder al wat water gespreid. Op een doek. Dan kun je er van je verf af nog wat inkt afpoetsen. Je snapt al, op deze manier kun je hele mooie achtergronden maken. Probeer het ook met iets donkere tintjes verf. Door te zeggen, ik pak een old paper of een tattered rose. En daarmee krijg je ook een heel mooi ander effect. Veel plezier!